سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علو. Wie de ontmoeting wenst met zijn Heer, laat hem dan goede werken doen en wegblijven van het plegen van shirk. En tot de goede daden behoren de goede manieren. En wij weten dat de profeet, vrede zij met hem, van het beste gedrag was. Dit blijkt uit de vele overleveringen van de metgezellen van de profeet, vrede zij met hem. En daarom staan wij vandaag in deze preek stil bij een aantal eigenschappen van de profeet, vrede zij met hem. In een overlevering heeft Aisha, mogen Allah tevreden met haar zijn, het volgende overgeleverd. Het gedrag van de profeet van Allah was de Koran. Met andere woorden, het gedrag van de profeet, vrede zij met hem, was geheel in overeenstemming met de profeet. En wie kende het gedrag van de profeet, vrede zij met hem, beter dan zijn vrouw Aisha? De profeet, vrede zij met hem, was hiermee de Koran in levende lijven. In een ander hadith heeft de profeet, vrede zij met hem, de volgende uitspraak gedaan. Als je geen schaamte kent, doe dan wat je wilt. En dit laat zien dat schaamte een onderdeel van de gelovigen moet zijn. En niet zoals tegenwoordig, waarin mensen schaamte juist als een teken van zwakte zien. En het juist goed vinden als je geen schaamte toont. Een ander kenmerk van de profeet, vrede zij met hem, was dat hij vrijgevig was ten opzichte van de behoeften en dat hij de behoeftigen gaf met zijn eigen hand. En wat een groot verschil met de mensen van vandaag, waarvan sommigen er zelfs niet voor terugdeinzen om dat kleine beetje dat de armen hebben, om dat van hen af te pakken. En wees niet arrogant. De profeet, vrede zij met hem, heeft ons erop gewezen dat een gelovige altijd de excuses van anderen dient te accepteren. En ook al weet jij dat deze excuses wellicht niet oprecht zijn, dan nog dien je deze excuses te aanvaarden. In een andere overlevering zegt de profeet, vrede zij met hem, hij die met een volle maag slaapt in de wetenschap dat zijn buur honger lijdt, is geen gelovige. En dit betekent dat we ons zorgen moeten maken over anderen die het moeilijk hebben en onze steun nodig hebben. En dit betekent dat een gelovige dus altijd vol zorgen zit om de situatie van de armen, om de situatie van de behoeftigen, om de situatie van de ongelukkigen. Dit betekent dus dat een gelovige niet alleen denkt aan zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen carrière en zijn eigen vooruitgang. Nee, beste broer en zus, maak je zorgen om jouw broeders in Birma, om jouw broeders en zusters die dagelijks gedood worden. En om jouw broeders en zusters die ten onrechte vastzitten in de vele gevangenissen. Maak je ook zorgen om hen. De profeet, vrede zij met hem, stond bekend om zijn welbespraaktheid. En zijn woorden zorgden voor vreugde en niet voor verdriet. En zorg ervoor dat jouw tong ook welbespraaktheid vertoont. En we hebben vorige week allemaal het bericht gelezen over de Facebook-oprichter Zuckerberg, die miljarden van zijn vermogen gestopt heeft in een fonds van liefdadigheid. Maar hoe vreemd is het dat wij moslims die dagelijks luisteren naar Koranverzen en overleveringen over liefdadigheid, wat hebben wij gedaan of wat hebben de rijke moslims gedaan? En hoe kan het zo zijn dat er vele rijke moslims zijn, maar toch vele miljoenen arme, behoeftige moslims zijn? Zouden wij, de moslims, niet vooraan moeten staan daar waar het gaat om liefdadigheid voor de medemens? En wees gastvrij voor jouw gast naar het voorbeeld van de profeet, vrede zij met hem. En stuur de persoon niet weg die jou om een gunst vraagt. En dit betekent, het was bekend over de profeet, vrede zij met hem, dat hij nooit iemand terugstuurde met lege handen. En er is zelfs een voorbeeld bekend waarin iemand vroeg om een kledingstuk dat de profeet, vrede zij met hem, dat de profeet, vrede zij met hem, zelf net gekregen had. Maar toch gaf de profeet, vrede zij met hem, de vrager dit voorbeeld. Dus laten we allen het voorbeeld van de profeet, vrede zij met hem, volgen. En dan volgen hier een aantal mededelingen. Allereerst